Nou, kijk, dat het niet goed gaat is overduidelijk. In 2003, toen ik aan de top stond, hadden we 1,4 miljoen KNLTB-leden. Nu 650.000, dus ja, het zakt gewoon. Ja, hoe komt dat? Ik denk dat het in de opleiding verkeerd gegaan is. Ik ga dat niet nu vervelen met het hele verhaal, maar het is meer zo dat je, ik vind dat je naar het individu moet kijken. Dus ieder kind moet apart opgeleid worden. De een heeft meer fitness nodig, de ander meer tennis. De een moet gewoon altijd op zijn voeding letten, de een moet veel hardlopen. Dus geen één kind is hetzelfde en ik denk dat het daar is fout gegaan. Ja, nu hebben we hier in Groningen ook niet echt talent waarvan we zeggen die gaan de wereldtop bestormen. Hoe komt dat? Ja, dat heeft op zich niks met Groningen te maken. Maar je hebt het gewoon in heel Nederland is dat het probleem. En dat zeg ik net. Het is na onze generatie. Eerst had je natuurlijk de generatie met Elting, Haarhuis en Krajicek en Siemering. Daarna ik en Schalke die top 20 van de wereld stonden. En nu is het gewoon minder. Als je ook kijkt naar wat er nu rondloopt. Haas is wel heel professioneel bezig. Alleen het is nog niet hoog genoeg om een idool te zijn, laat maar zeggen. Dus idolen zijn er ook niet. En de kinderen gaan dan toch tegenwoordig. Nou, je hebt hockey bijvoorbeeld met de Olympische Spelen. Zie je veel dat kinderen veel gaan hockeyen. Voetbal blijft natuurlijk groot. Er moet weer iemand opstaan in het Nederlands tennis. Ja, zijn er talenten die eraan komen waarvan je zegt, die kunnen die rol op zich nemen? Nee. Gewoon niet? Nee, gewoon niet. Totaal niet.